want to do it. Good to see you again. Major, wait, otherwise the background. Wacht early, the last day, wacht even. Ja, wacht even. Wacht even. Wacht even. Ja, wacht even. Yeah,
Wat is uw naam? Mijn naam is Guillermo Demon en ik ben de PR officer van het leger zelfs. Okay. Het is druk hier vandaag? Ja, inderdaad. En maandag hadden we de registratie van de pakketten. En vandaag geven we de mensen de pakketten. Overhandigen we de pakketten. Hoeveel gaan jullie vandaag overhandigen? Dus op dit moment gaan wij 500 pakketten overhandigen. En zaterdag doen wij nog een 300 pakketten in Paramaribo. En later, of tenminste morgen, doen wij dan ongeveer 400 pakketten in Nigeria. Het doel was 1300, 1500. Hebben jullie dat doel gehaald? 1500 pakketten dit jaar? Inderdaad, het doel was 1500 pakketten. Maar als we even optellen, laat me goed kijken. 8 plus 4. Nee, 8 plus 4 kom je op 12. Ongeveer 1200 komen. En hoeveel mensen hadden geregistreerd? We hebben op een gegeven moment hadden wij de registratie moeten afsluiten. Maar we hebben een paar donaties. Als u weet, zo één heeft ook had ook beloofd dat ze ons zouden helpen. En hun gaan ook inkomen. Dus daarom dat wij op zaterdag dan de rest gaan overhandigen. Maar hoe groot was die registratie? De registratie was heel groot. Maar natuurlijk weet u dat je op een gegeven moment zal moeten afsluiten. Maar ik denk dat we toch van het jaar meer mensen hebben kunnen bereiken. En ook wat ook gaat gebeuren van het jaar. Ook hebben ze sinds vorig jaar hebben we dat gedaan. Wij gaan ook naar naast die kering gaan wij ook naar 3 of 4 andere districten waar wij 50 pakketten via het commissariaat zullen distribueren aan de districten. Jullie zouden ook 350.000 afhalen, als ik me niet vergis. Is dat gehaald? Onze target, die hebben wij niet gehaald. Als het goed is, moeten we ergens op de, ik denk ergens op de 32. Houd hem even ten goede. Ik moet even weer gaan zitten. En met het juiste bedacht. Maar we moeten ergens op de 280, 290 zitten, als het goed is. Wat zit er in zo'n pakket? Het is een heel goed gevuld pakket. Dat zijn de basisdingen. Er moeten 14 items zijn. Helpt hem ook even weer. Ik doe stroop, ik zie rijst, ik zie bloem, ik zie olie, ik zie spaghetti, bruine bonen, stroop, ik zie sardine. Dus het moeten allemaal suiker, zout, bloem. In totaal moeten het 14 items zijn in zo'n pakket. Dat is een duur pakket.
inderdaad een duur pakket. Maar met de hulp die van buiten is gekomen, hebben we het wederom klaar kunnen spelen om de mensen te helpen. Nog iets te melden? Van deze plaats uit wil ik ieder bedanken, die op welke wijze dan ook. En dan denk ik aan de vrijwilligers, ik denk aan het bedrijf die de pakketten in elkaar heeft gezet. Ik denk aan de donoren. En aan Stichting SUE wil ik bedanken de officieren die ervoor hebben gezorgd, maar ook het publiek. Want hun hebben ervoor gezorgd dat ze in de potten, dat ze de potten niet voorbij zijn gelopen. En wat hebben gezet. Dus we willen van hieruit bedanken voor hun inzet, voor hun donatie. En natuurlijk, we zijn gelovigen. Ik wens ze allemaal een hele fijne kerst toegewenst. En bovenal een gezegend nieuwjaar. Alsjeblieft. I was feeling sorry for the officer. I was feeling sorry for the camera.
You would not have known him. Yes. I met with this premise when I was there. Yes. After Trinidad. Yeah. The claim is there. He fell down and thank you.